Aan de oever van de Wannsee bij Berlijn vinden we niet alleen de zwartste bladzij uit de Duitse geschiedenis, in het huis waar de Wannsee-conferentie is gehouden, maar ook deze prachtige villa, het zomerverblijf van Max Liebermann. Een Duitse impressionistische schilder die zoveel raakvlakken had met Nederland dat hij ook van koningin Wilhelmina nog de huisorde van Oranje heeft gekregen. Het huis is in 1909 gebouwd en hij heeft hier heel erg veel geschilderd. Meer dan 200 schilderijen heeft hij hier gemaakt. En hij noemde het echt zijn zomerparadijs. Omdat de familie erg rijk was, had hij ook nog een ander huis waar hij na het overlijden van zijn vader is gaan wonen. Dat huis was het Palais Liebermann aan de Pariserplatz naast de Brandenburger Tor in Berlijn. Hij is een impressionist van een stroming die in Duitsland niet erg wijd verbreid was. In Frankrijk natuurlijk wel. Hij was een groot bewonderaar van de Franse voorlopers van het impressionisme. Die werkte in Barbizon, de kunstenaarskolonie bij Fontainebleau. Daar is hij ook naartoe gegaan. En hij heeft heel veel tijd in Nederland doorgebracht. Ja, hij geldt als een van de echte grote Duitse schilders uit het begin van de 20e eeuw. Hij is in de tweede helft van zijn leven zeer invloedrijk geworden en werd voorzitter van de Pruisische Academie der Kunsten. Daar is hij ook erevoorzitter geworden. Toen Hitler aan de macht was gekomen op 30 januari 1933, kon Liebermann vanuit zijn raam van dat paleis zien hoe daar de horden met de fakkels langs de Unter den Linden richting Brandenburger Tor liepen. En toen sprak hij de gedenkwaardige woorden: ik kan nooit zoveel eten als ik nu zou willen kotsen. Hij is min of meer gedwongen om zijn functies op te geven in 1933. Dat als Jood was het natuurlijk niet zo aangewezen om dan de baas te zijn van de Pruisische Kunstacademie. Hij heeft zijn functies neergelegd en is teruggetrokken gaan leven. Dit huis is door zijn vrouw aan de nazi's worden verkocht in 1940. En zijn vrouw heeft in 1943 zelfmoord gepleegd omdat zij gedeporteerd zou worden naar Theresienstadt, het concentratiekamp.